Matsuo, goede pas hoor. En dan zonder kijken en dus de lucht in. Die voorzet van Van Eno. Het had over de grond gekund. De uitbraak van Cerkel op de tegenaanval. Denk je, legt hem toch breed voor Felix Le Maréchal. Le Maréchal, denk je. Nog denk je, en jawel hoor. Ook de tweede legt hij binnen. Nou, wat zit hij toch in een begenadigde periode, Kevin Deke. Straalt rust en vertrouwen uit al een hele tijd. En Cercle profiteert mee. Op van Ueda. Zou kunnen. Want nu zit hij toch al aan 4 competitiegoals. En veel heeft hij er niet voor nodig. Overtuiging, dat wel. Want uiteindelijk kwamen er een bos Westerloos spelers. Die alleen maar de bal kunnen nakijken. De punter voor 2-0.